Er viel heel veel regen in het Rod Carew Stadium in Panama City voor de finale van het wereldkampioenschap. De zeilen gingen erop en eraf. Het veld moet bewerkt worden, maar uiteindelijk was het zover. En het is Rob Kordemans die de verdediging leidt van het Nederlands team. En doet dat heel erg goed. Dit is in de vierde inning pas de eerste honkslag die de Cubanen kunnen slaan op Kordemans. Het is de linkshandige slagman Cepeda, een hele ervaren man. Hij slaat de bal naar het rechts middenveld en kan daarmee het tweede honk bereiken. Hij staat nu op het derde honk en de bal wordt omhoog geslagen door Despagne. Kadian Sam staat eronder. Die gaat proberen een aangooi te maken op de thuisplaat. Maar het is Cepeda die het eerste punt voor de Cubanen scoort. In de gelijkmakende vierde inning gaat het Nederlands team direct terugkomen op de linkshandige werper González. Sidney de Jong is de slagman, die heeft 3 wijd en 2 slag. Prima oog, die bal gaat net buiten de slagzone en dat is 4 wijd. En dan komt nummer 4 aan slag, dat is Kurt Smit. Hij speelt Independent League, dat is een profleague in Amerika. En hij slaat de bal naar het rechtsveld. Kurt Smit, een uitstekend toernooi gespeeld. Goed geslagen. En wat gaat het Nederlands team dan doen? Er zijn 0 uit. En de slugger uit Haarlem, Brian Engelhardt, is aan slag. Brian Engelhardt is de aangewezen slagman. En die slaat de bal hard naar het rechtsveld. Die gaat langs de eerste honkman. Sidney de Jong gaat vanaf het tweede honk scoren. En de wedstrijd is weer in balans. Direct terugkomen. Precies op het juiste moment slaan. Dat is wat het Nederlands team kan doen. Inmiddels een nieuwe werper, een rechtshandige, dat is Alvarez. We kijken naar Shalon Schoop en het keurige korte werk. Het is het spel eigenlijk wat het Nederlands team typeert. Teamwork, ze hebben alles voor elkaar over. Ook hier het korte werk. Dan de volgende slagman, Jonathan Schoop, die slaat de bal door het midden. Kurt Smit die kan scoren hier op een curvebal. Perfect teamwork van het Nederlands team en dus een voorsprong. Zesde inning, 1 uit. Nog steeds Rob Kordemans op de heuvel voor het Nederlands team. Hij heeft tot op dat moment slechts 1 honkslag tegen en wordt geholpen door zijn veld. Wat een schitterende atletische actie van Shalon Schoop. Precies getimed en prachtig in de handschoen. Dat is de tweede nul. En dan, ja, het is natuurlijk een lange wedstrijd voor Kordemans geweest. Ze moesten er 4 uur op wachten, op en af. En dan natuurlijk een hele moeilijke wedstrijd. Hij gooit hier 4 wijd. En hoe lang kan Rob Kordemans het nog volhouden? Hij moet het opnemen tegen die gevaarlijke slagman, die Cepeda. Die had net al een 2-honkslag geslagen. 2 wijd en 1 slag. Deze pitch telt. Alles telt trouwens in het einde van deze wedstrijd. Prachtig laag aan de buitenkant. Het was schitterend samenspel van Rob Kordemans en catcher Sidney de Jong. 2 wijd en 2 slag. En weer moet die bal aan de buitenkant weg van Cepeda. Dat lukt. Die bal gaat omhoog. Daar komt Kemp naar voren en die maakt de vangbal. En zo kunnen de Cubanen niet scoren en blijft het Nederlands team op een voorsprong. 8e inning inmiddels. 1 uit. Dan een pinch hitter. Reyes die slaat de bal diep. Hoe ver gaat die bal? Die gaat tegen de muur aan. Kemp pakt de bal op. En dan hebben de Cubanen een honkloper in scoringspositie. Op dat moment beslist coach Brian Farley om Rob Kordemans te wisselen. Die gooide 7-1 derde inning, kreeg slechts 2 honkslagen tegen. En zijn opvolger is deze man, Suboyan. Die krijgt het moeilijk, want deze bal wordt hard geslagen. Kijk eens naar Gregorius. Die houdt die bal in het infield. En ook Kurt Smit houdt die bal keurig voor zich. Het gevolg is dat de honkloper op 2 niet verder kan. Prachtige atletische actie van Gregorius, die op dubbel 1 niveau pro speelt en pas 19 jaar is. Dit is de coach van de Cubanen. En die kijkt hoe Cepeda de bal met 2 uit weer naar Kemp slaat. Die bal is wel diep, maar het is een vangbal. En het blijft dus 2-1 de voorsprong van het Nederlands team. Cubanen in de 9e inning. Ze slaan diep en ver, dat weten we van de Cubanen. Maar niet ver genoeg, want het is Kadian Sams die de eerste nul maakt. De 5e slagman voor de Cubaan is Gurriel. Heel gevaarlijk, slaat de bal naar het rechtsveld. En dan hebben de Cubanen het gelijkmakende punt op het eerste honk. En dan weer een wissel. Goede coaching van Brian Farley. Het is David Bergman die het pitchje overneemt.
En die maakt de volgende man, Abreu, uit met deze vangbal. Nog één uit voor het Nederlands team. David Bergman, die normaal gesproken een startende werper is, moet nu aan het eind van de wedstrijd de deur op slot gooien. En dan is het Enriquez die een honkslag slaat. En zo krijgen de Cubanen het eerste en het tweede honk bezet. Weer een pinch hitter komt er dan, dat is Oliveira. Het duel van David Bergman met twee uit in de negende inning. Het Nederlands team heeft nog 1-0 nodig. De pitch van Bergman aan de binnenkant. Oliveira slaat de bal recht op Jonathan Schoop af. Het is de derde nul. Het is winst voor het Nederlands team. De wereldtitel is binnen. Ze verslaan de Cubanen die titel al 25 keer gewonnen hebben. Echt teamwork. De werpers deden het goed in Panama. Verdedigend, uitstekend veldspel. Precies op het juiste moment slaan. En ook de coachingstaf bijzonder effectief. Aanvoerder Sidney de Jong krijgt de bokaal. Een droom is werkelijkheid geworden. Ook voor Charles Urbanus. Na die laatste klap rende uiteraard ook Han Kok het veld op. Hij verzamelde de volgende reacties. Het is gewoon natuurlijk, je hebt geen woorden voor. Vooral in Nederlands voor mij is wel moeilijk. Maar je kijkt naar de scoreboard nou en je ziet 2-1 nog steeds. En je denkt van nou, is het over? Is het echt over? Met alle werk die je deed natuurlijk. En je komt tot één moment. En natuurlijk een ontzettend spannende wedstrijd. Wij hadden onze kansen, zij ook. En ik vond het gewoon ongelooflijk. Ja, vertel het maar, hoe is dit? Geweldig, het is echt onbeschrijfelijk. Zo'n gevoel dat het nog nooit meegemaakt. Beschrijf eens die laatste pitch. Laatste pitch, gewoon een fastball buitenkant. En raakte me niet lekker. Al een zachte line drive naar de derde honk toe. En we winnen. Het is ongelooflijk. Het is echt niet te geloven. Jullie zijn wereldkampioen. Wereldkampioen, dat kleine kikkerlandje. Ongelooflijk. Echt niet te geloven. Kornemans, van harte gefeliciteerd. Wat een dijk van een wedstrijd. En pas op! Ja Rob, we beginnen gewoon opnieuw. Wat een dijk van een wedstrijd. Krijg je de kans niet, hè? Ja, het is toch geweldig. Wat is de kracht van het team? Waarom lukt het dit team wel? Ja, alles klikte gewoon. Ja, om nou echt iets één definitief ding te zeggen, dat weet ik niet. Maar alles, pitching werkte goed, defense. En wat ik zeg, timely hitting. Er was niet één held. Het hele team is een held eigenlijk. Wat betekent dit? Wat zou dit betekenen voor het honkbal in Nederland? Nou ja, wat ik al hoor, wat ik lees van sms'jes en op Facebook, dat het behoorlijk groot is. En ik hoop dat we hierdoor de kans krijgen om alleen nog maar groter te worden. En dat de sport nog bekender wordt. Nog één ding, hoe was het om die cup in ontvangst te nemen en omhoog te mogen houden? Ja, super. Dat is eigenlijk niet te beschrijven. Het is gewoon een topgevoel. Top. Echt helemaal top. Gefeliciteerd. Dankjewel. Een mooie Cubaanse sigaar. Merci.